Hallo luisteraars, dit is Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Tegenover mij zit Lars Limburg. Goedendag. En mijn naam is Tijmen van den Beuken. Leuk dat je luistert. We mogen weer, Lars. Ja, we zitten er weer helemaal klaar voor. Aflevering 2 alweer. Mm-hmm. Het is alsof ik dit al jaren doe. Zo zie je er ook uit, Tijmen. Je straalt het uit. Goed zo, Lars. Waar gaan we het vandaag over hebben allemaal? Wij gaan het vandaag hebben over tienermoederschappen. Ja, apart. Wat weet jij daarvan? Ik heb er zelf geen ervaring mee, in ieder geval. Ik ken geen mensen die tiener, of in ieder geval in mijn naaste omgeving, die tienermoeder zijn. En ik moet zeggen dat ik hiervoor, voor deze aflevering, er niet zo in verdiept heb. Dus het was voor mij ook wel een mooie, interessante ontdekkingsreis. Want er is natuurlijk veel over te zeggen, veel over te lezen. Ja, en het is vooral interessant omdat een tiener nog een kind is en dan moet opvoeden. Dus dat is die twee kanten. Dus je bent eigenlijk nog zelf in ontwikkeling en in groei. En wat vind ik nou eigenlijk van de wereld? En na moet je dat meteen ook voor je kind doen. Ja, dus ze zeggen ook vaker dat het, wanneer je een tienermoeder wordt, dat je ook meteen je hele kindertijd gewoon met abrupt wordt geëindigd. Mm-hmm, je moet meteen, jij krijgt meteen verantwoordelijkheid. En dat draagt natuurlijk heel veel leidt met zich mee en heel veel vragen ook. Ja, laat ik dan meteen ook de definitie even uitleggen. Ben je nou een tienermoeder? Ja, vertel. Een meisje dat haar eerste kind voor haar 20ste heeft gekregen, is dan een tienermoeder of wordt gezien als een tienermoeder. Ja, precies. Ja, we gaan dus ook weer in deze aflevering weer wat wetenschappelijke feitjes en zelfs wat statistieken behandelen over de tienermoeders. En we hebben een gast hier en dat is dan Jeroen de Vromen. En die heeft 20 jaar lang met tienermoeders gewerkt. Ja, nou, hij heeft in de hulpverlening, de vrouwenhulpverlening gewerkt heel lang. Maar er waren bepaalde groepen ook hele jonge moeders. Ja. Wat ook tienermoeders waren inderdaad. Dus hij weet er veel van af en we gaan hem een hoop vragen. Ja, interessant. En daar kunnen we echt wel veel mee natuurlijk. 20 jaar is natuurlijk echt super lang. Goed, Lars, we gaan elke thema inluiden met een uitspraak. Uitspraak van de week. De uitspraak van vandaag is van Khalil Gibran. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Maar dat kwam er goed uit, Lars. Dankjewel. Heb je Arabische roots? Ik heb in de week hier naartoe heb ik heel veel nog mijn best gedaan om dit te... Je hebt het net de hele tijd liggen oefenen. Zo. Ja, precies. Maar hij is een vrijdenker, een schrijver en een poëet van Libaneens-Amerikaanse afkomst. Maar wat ik vooral interessant vind, is zijn quote over opvoeding. Hij zal ook voor heel veel andere dingen hebben geschreven, maar zijn quote over opvoeding is in het klein: You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. Wauw. Ja. Je kan lezen dat het een poëet is. Ja. Ja, maar echt gaaf, want ik denk dat dat wel op een hele metaforische manier gewoon uitlegt hoe jij, hoe het werkt. Van je schiet je kinderen letterlijk de wereld in en goed, ja, succes. Ja, maar toch heeft wel heel veel invloed van wat jij in die korte tijd dat ze op de boog liggen, of hoe zou je het zo kunnen noemen, wat je dan doet, dat wel veel invloed heeft, denk ik. Tuurlijk. Ja. En het is natuurlijk ook te herleiden aan dit onderwerp, want die tienermoeders die zitten nog op die boog, of die worden al afgeschoten, maar die moeten nu ondertussen ook al hun eigen pijl afvuren. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een mooie link aan het onderwerp. Waarom is dit een onderwerp wat wij moeten bespreken? Nou, ik denk dus wat ik al eerder zei, van dat het een heel interessant perspectief is dat je een kind hebt wat eigenlijk zelf nog aan het opgroeien is en dat daarna zulke keuzes moet maken. Ik ben ook heel benieuwd wat onze gast daar nog verder over te zeggen heeft. Mm-hmm. Maar dat is dus interessant dat heel veel mensen weten er eigenlijk niet zoveel van. En we gaan daar ook naar de bronnen toe en naar het wetenschappelijke de context. En ja. daar kunnen we ook weer een hele hoop uithalen, denk ik. Ja, en ik denk ook dat er nog een taboe op ligt op tienermoederschap. Ja. Want dat gaan we natuurlijk ook aan de gast vragen straks, de deskundige. Maar waarom komt dat, denk je, Lars, al even om te beginnen? Vaak zullen mensen natuurlijk denken van eigen schuld, dikke bult. En had je maar op moeten letten. En hoe kun je nou in deze tijd nog die fouten maken? En vrij harde reacties volgen er vaak. Dus die mensen gaan heel erg uit van de maakbaarheid van veel dingen ook, toch? Ja, nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was ook wel een beetje zo iemand. Is dat erg dan? Ja, nou ja, het is natuurlijk wel goed om op een open blik dingen in te gaan, denk ik. Alleen, ik kon daar gewoon niet zo goed met mijn hoofd bij. Van hoe kan je dat nou doen? Of... Ja, hoe kun je nou zo stom zijn eigenlijk? Maar
het ligt toch wel wat genuanceerder vaak. Ja, ik denk ook dat mensen vergeten dat daar natuurlijk een heel verhaal aan vooraf is gegaan natuurlijk. En dat de hele omgeving en de opvoeding en de ontwikkeling en de manier ook hoe lichamelijk in elkaar zitten, natuurlijk ook wel heel veel invloed hebben op die gebeurtenis. Ja, want waarom precies is dat gebeurd? Ja goed, mensen denken ook dat mensen daar gewoon helemaal, dat mensen het altijd bewust kiezen en mensen daar ook altijd mee bezig zijn. Maar ik denk dat het inderdaad wat jij zegt veel genuanceerder ligt. Ja, en ik denk dat het ook pedagogisch verantwoord is om te... Kijk, laat ik hem even vallen. Heel goed. om voor mensen die er niet zoveel van weten, om er toch wel een beetje zo inzicht in te krijgen. Van hoe is dat nou voor als iemand heel vroeg ouder wordt? Want het is al moeilijk als je op latere leeftijd ouder wordt om een goed ouderschap te... te voeren of te volbrengen. Ja, opvoeden is al moeilijk genoeg, laat staan als je zelf nog eigenlijk opgevoed moet worden. Ja, en we waren ook allemaal jong, dus we kennen ook wel dat je maakt sommige keuzes waar je uiteindelijk niet helemaal achter staat. Ja. Ja, en deze hebben dan grote gevolgen. Ja, weet je wat mij vet lijkt, hè? Voor in de toekomst. Kijk, nu hebben we dan een deskundige die daarover praat vanuit zijn ervaring. Maar het lijkt me ook vet om een keer in een later aflevering gewoon echt een tienermoeder zelf hier in de aflevering te hebben. Ja, die zou mij heel veel kunnen vertellen over het leven, waar ik nog misschien helemaal geen weet van heb. Ja, dat lijkt me cool. Ja, niet te snel, denk ik, want we moeten natuurlijk ook andere hele interessante onderwerpen bespreken. Maar dat is zeker iets voor de toekomst. Daar wil ik wel echt achteraan gaan. Maar goed, daar gaan we voor zorgen. Ja, en laten we doorgaan naar de eerste rubriek, Tijmen. Wetenschappelijk verantwoord. Nou, de wetenschap. Wat zegt de wetenschap allemaal over tienermoeders? Ja, ik denk dat we eerst even wat statistieken erbij gaan halen, hè? Ja, nou ja, die statistieken die verrasten mij eigenlijk best wel. Want in Nederland daalt het aantal tienermoeders gestaag. Okay. Noem je dat zo, gestaag? Het klonk best wel lekker, maar ik weet niet of je dat zegt. Gewoon zeg maar gewoon, we doen dat nou gestaag. Ja. Het daalde gestaag. Het daalde in ieder geval flink de laatste jaren. Oké. Okay. En er staat niet bij in die statistieken, in dat onderzoek, waarom? Dit zijn dan cijfers van het CBS. Ja. Maar er waren wel twee hypotheses, heel interessante hypotheses. Ja. De ene is dat er meer voorlichting is gekomen voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Ja. Wat dus een positief effect heeft gehad. Meisjes die in de klas dachten, nou, dit slaat wel ergens op. Hier kan ik wel iets mee en ik ga toch wel wat voorzichtiger te werk. Nou, dat zou natuurlijk kunnen, hè? Oké, dus een betere voorlichting. Ja. Dus, hoe is dat bij jou? Want ja, je bent natuurlijk deel van het probleem. Deel van het probleem? Wat? Nou ja, nee, je bent toch als man ben je mede verantwoordelijk. Heel goed om te weten als jonge man wat er allemaal kan gebeuren. Ja, ja, maar dat is denk ik ook deel van het taboe. Is dat de tienermoeders die krijgen alle vooroordelen en die worden inderdaad daardoor misschien benadeeld door anderen. Terwijl de man, die heeft net zoveel bijdrage hieraan. Hè? Want die helpt ook mee aan het verwekken van het kind natuurlijk. Nou, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Oh, ja. Sorry. Ik, Nee, maar je hebt het nou goed uitgelegd. Ja, maar dat is echt wel een heel mooi taboe wat we ook kunnen doorbreken. Is dat die meisjes die krijgen de schuld. Terwijl, en de jongens die komen er weer vanaf. Want dat kan natuurlijk ook wel weer genuanceerd worden door een bepaalde achtergrond of een bepaalde ervaring die ze gehad hebben. Waardoor dit tot stand is gekomen. Maar goed, het is altijd van twee kanten. Altijd. Ja, precies. En de tweede hypothese is dan dat er meer abortus plaatsvond. Wat ook indirect toch een invloed heeft op het aantal tienermoederschap. Ja, dus wanneer dus tieners dus wel daadwerkelijk wel zwanger raken. Maar dat ze dan ervoor kiezen om het kind dus vroegtijdig te laten verwijderen. Dat ze het weg laten halen. Okay. Maar ja, in ieder geval, ze zijn er nog wel, tienermoeders natuurlijk. Ja. En je zit ook wel op tv, zie je het steeds meer voorbij komen. Je hebt de programma's als Vier Handen op Één Buik, heet dat volgens mij. Waarbij bekende Nederlanders dus gaan helpen bij meisjes. Heb je dat programma al een keer gekeken? Ik heb dat al wel wat vaker gezien, ja. Wat vind je van het programma? Nou ja, het is natuurlijk wel... Even jouw mening. Ik vind het altijd lastig om iemand te zien die heel succesvol is geweest. En wat ook knap is hoor, maar die toch niet helemaal mag meepraten over meisjes en andere sociale lagen van de bevolking. Ja, ik word ook altijd een beetje ongemakkelijk van. Ja, maar ik wilde wel zeggen... Nee, dat klopt, maar ik wilde wel zeggen van... Het is nog steeds wel actueel. En ik denk ook dat die mensen, die bekende Nederlanders... die moeders dan ook helpen... ik denk dat ze het ook echt wel oprecht doen... en vanuit hun eigen ervaring als moeder. Maar het is denk ik wel een heel... het is niet zomaar iets, hè?
Nee. Het is echt wel een heel belangrijk opvoedkundig dilemma waar die meisjes mee zitten. Ja, want daar was ik wel benieuwd naar. Ik zei dan eerst van, op het begin zei ik van, dat ik er wel een soort van moeite mee heb dat die meisjes dat dan doen. Hè? Hoe zit dat bij jou? Wat roept het bij jou op dat, dit nog steeds wel een ding is? Dat meisjes eigenlijk te vroeg, zeggen wij dan. Dat is ook alweer een oordeel, maar... Maar erg vroeg moeder worden. Wat roept dat bij jou op? Nou, ik denk, voor mij is dat heel erg veel medelijden. Oké. Dus ik, of nee, niet medelijden, want ik leid je mee? Ik leid niet mee, maar okay. Precies, heel goed dat je me daarin verbetert, want ik leid niet mee, maar het is meer mededogen. Ik heb het echt met ze te doen, zeggen ze dan wel eens. Want ook vanuit de literatuur, hè, Evelien Kroon, dat is een bekende professor op het gebied van het puberbrein, die zegt ook gewoon van, ja, die kinderen op die leeftijd, die maken ook gewoon helemaal geen goede keuzes. Die kunnen dat gewoon nog helemaal niet. Deze grote keuze, die fouten die ze maken, dat hoort ook gewoon bij het feit dat ze gewoon niet helemaal een volledige hersenontwikkeling hebben. Dus met die fiets snap ik op zich wel dat die fouten gemaakt kunnen worden. En dan even terugkomen nog op dat programma wat vier handen op één buik. Dan zeggen dan bijvoorbeeld die bekende Nederlanders tegen die tieners zo van, neem je verantwoordelijkheid, zeggen ze dan, hè. Maar dan heb ik zoiets van, ja, oké, tuurlijk, dat is belangrijk, maar kunnen ze dat nog wel op deze manier die jij van hen verlangt? Tuurlijk, ze moeten het bij wijze van spreken, omdat ze een kind hebben waar ze echt ook verantwoordelijk voor zijn. Maar kunnen ze dezelfde verantwoordelijkheid dragen die een volwassene heeft? Dat vraag ik me heel erg af. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Ja, en Keineman zegt dan nog, in 2011 zegt hij nog, de tienermoeders geven zelf aan dat sociale steun van vrienden en familie van cruciaal belang is in hun leven. Dus ja. die hebben onderzoek gedaan naar, die hebben gewoon letterlijk de tienermoeders die vragen gesteld. Mm-hmm. Nou ja, dat is dus, beter onderzoek kan je denk ik niet doen. En die zeggen van ja, dat heel belangrijk is op zo'n moment. Precies, en daar is ook dat afbreken van het taboe voor nodig, want... Natuurlijk is dat van cruciaal belang of je omgeving je daarin ondersteunt. Want stel je voor, je hebt een familie die het totaal niet accepteert dat jou dit moest overkomen. En wat moet je dan? Waar kun je dan terecht? Stel je wordt inderdaad de deur gewezen. Je moet maar ergens anders een slaapplek zoeken en zoek maar uit wie je helpt. Dat is vreselijk. En stel je hebt al deze ervaring, deze grote... een transitiemoment noemen ze dat ook wel eens. Hè? Ja. Dus het is echt een moment in je leven waarin alles op zijn kop staat. En dan heb je juist die steun nodig. En als je dat dan niet krijgt, dat is lijkt mij echt vreselijk. Ja. Dus daarom hebben die mensen ook extra hulp nodig. En daarom is het ook belangrijk dat hier ook misschien door ons ook aandacht aan besteed wordt. Ja, bij deze dus. Het is natuurlijk het is echt niet makkelijk om dat op te brengen. Maar je moet dat dan toch proberen. En je schaamt je toch ook een hele hoop. En je, en je denkt ook van, het is ook gewoon je kind, hè? Ja. Dus, Want heb jij, toen jij op school zat, heb je daar les over gehad? Want dat je moet uitkijken met condooms en met de pil en zo. Ja, dat is een tijd terug, maar we hadden wel verzorging inderdaad. En daar werd wel wat over gezegd. En we hadden ook wel films gekeken. Maar ik heb het ook een beetje weggestopt, volgens mij. Ja, dat is een beetje ongemakkelijk, of niet? Ja, op die leeftijd wel of zo, ja. Want wanneer was dat? Toen ik 14 was, denk ik, of zo, op de middelbare school. Ja, op de brugklas. Ja, ik weet nog, in de brugklas toen kreeg ik dus voor het eerste keer de seksuele voorlichting. Op mijn basisschool overigens niet gehad. Maar op de brugklas kreeg ik de eerste keer, dan moesten wij met een mevrouw, moesten dan alle jongens in de klas moesten dan naar een apart lokaaltje gaan. Ja. En daarin ging die vrouw ons dan allerlei vragen stellen over hoe ver we al waren in onze puberteit. En toen ging ze ook allemaal dingen vertellen over seks. Hoe vond jij dat dan? Wat ik me van haar kan herinneren, wel ongemakkelijk. Hmm. Want ik was toen een jaar of 13. Dus dan zit je nog net in dat het allemaal aan het ontwikkelen is. En je stelt je heel veel vragen in je hoofd. Van hoe werkt dat nou? Hoe werkt het bij mezelf? Hoe zit ik in elkaar? Wat kan ik met mijn lichaam? Dat soort zaken. Toen hadden we het ook gehad over veilig vrijen. En dat je altijd moet uitkijken. Met het krijgen van SOA's en dat soort zaken. En ongewenste zwangerschappen. Dus ja, op zich, het wordt wel gegeven. Ja, dus ja, het is er wel. Nou, ik ben ook wel benieuwd wat onze gast zegt over, over hoe het in 20 jaar veranderd is ook. En hoe je omgaat met dat soort thema's ook in de jongere cultuur en zo. Mm-hmm. Dat is wel een goede om te stellen. Ja. Ja, ik heb in ieder geval heel veel vragen in mijn hoofd hoor aan die gast. Want goed, ten eerste dus die 20 jaar ervaring is natuurlijk wel gigantisch. En goed, het is natuurlijk ook een hele kwetsbare doelgroep. Ja. Dus dan ben ik heel benieuwd van hoe je daarmee omgaat ook. Van, ja, hoe zowel als professional als ouder. Ja. En ook misschien wel als ex-tienermoeder. Hoe was dat eigenlijk? Ja. Heel Lars, benieuwd. Lars, zullen we de gast er eens bij halen? Laten we dat doen.
Wiskundig Verantwoord. Ja, in deze rubriek gaan we natuurlijk, in deze tweewekelijkse podcast, hebben we ook een rubriek waarin we met een professional gaan praten. Maar ja, het kan natuurlijk ook, het hoeft niet alleen een professional te zijn. We zullen in de toekomst misschien ook nog wel met andere mensen praten, met de doelgroepen misschien van, ja, van pedagogische vakgebieden. Mm-hmm. Maar vandaag hebben we dan Jeroen de Vrome uitgenodigd. En die is 20 jaar werkzaam geweest in de hulpverlening aan vrouwen en baby's. En omdat we het vandaag dus over tienermoeders hadden, vonden we dat een heel mooi, mooi om hem wat vragen te stellen daarover. Hij is ook zelf vader van twee dochters. Nou ja, dan leer je het natuurlijk ook het een en ander. Jeroen, dankjewel dat je wil aanschuiven. Ja, ja, dag Lars. Ja. Ik ben er, ja. Ja, fijn. Hallo. Leuk. Hoe is het om met tienermoeders te werken? Met tienermoeders werken? Toen ik daaraan begon, dacht ik, oh, dat zal wel heel moeilijk zijn. En dat zal ook wel heel confronterend zijn als het dan niet lukt. Maar het is eigenlijk, het is wel moeilijk, maar het is eigenlijk heel leuk. Omdat ze allemaal een babytje hebben of een babytje krijgen. Of een jong kind hebben. En ik noem dat altijd aanvangsmotivatie. Elke moeder, ook een moeder die helemaal in de knoop zit, die wil toch dat jouw kind het goed heeft. Dus je hebt altijd een soort ingang, omdat je via de baby kunt praten. Zo, of namens de baby praat ik ook wel eens letterlijk. Van, dan wil ik iets duidelijk maken en dan zeg ik, ja, jouw kind kan niet praten, maar ik wel. En dan zeg ik dingen die een baby zou zeggen tegen zijn moeder als die kon praten. En dan kom je tot een wonderlijke ontmoetingen. Oké, okay. En is dat ook omdat je dan eigenlijk gewoon werkt vanuit het kinderlijke nog, wat die moeders nog in zich hebben? Waarom ik dat deed, is omdat de moeders waar ik dan mee werkte, die hadden niet zoveel op met hulpverlening of die vonden dat eigenlijk maar idioot. Hoe komt dat dan? Omdat ze vaak door hun eigen gezin of milieu een beetje met de nek aangekeken waren of zelf verstoten waren. Of zelfs een soort eerwraak veroordeeld waren door de familie. Ja. En dan komt de kinderrechter en die zegt, nou, dan moet je naar dat tehuis. En dan zit je daar en dan gaan mensen zich met jou bemoeien. Nou, dat is nou niet echt een goed recept, ja, om therapiegevoelig te zijn of zoiets. Maar sta je dan niet al op achterstand als je daar als medewerker aan de slag gaat? Ja, Hoe is dat dan als je daar voor de eerste dag bijvoorbeeld binnenkomt? Ja, na een tijdje had ik dat beter door. In het begin stelde ik me voor en deed ik allemaal mijn best. Maar al gauw teken ik letterlijk een driehoek op een papier. En dan schreef ik de ene kant teken ik een poppetje. En dan was dan die moeder met een babytje teken ik erbij. En dan deed ik altijd veel moeite om die baby zo goed mogelijk en volledig mogelijk te tekenen. Dat zijn van die kleine dingen waardoor ze al in de gaten hebben van, hey, mijn kind is hier belangrijk. Aan de andere kant van de driehoek zet ik de kinderrechter. En dan praat ik ook een beetje vanuit de belevingswereld van die moeders. Van die kinderrechter die zo idioot is om jou hier te plaatsen, zei ik dan. Alsof jij dat nodig hebt. En dan zet ik aan de andere punt van de driehoek die over is, mezelf. En dan zei ik, wat wil jij nou? Ja, dan wil ik hier weg, of ik vind dit stom, of ik hoef hier niet te zijn, of dat soort dingen. En dan zei ik van, die kinderrechter, dan wees ik dat letterlijk aan, die bepaalt dat jij hier moet zijn. Die heeft dat gezegd. En wanneer kan je hier weg? Als die kinderrechter zegt, het is goed, je kan verder. En als je wil, kan ik je daar een beetje bij helpen om dat te bewijzen. En dan zit je hier goed, zei ik dan letterlijk, want hier wordt alles opgeschreven. We houden je helemaal in de gaten. We maken een verslag, een rapport. Allemaal dingen waar ze heel bang van zijn. Maar dat kan je doen. En dan heb je wel een waterdicht bewijs. Want ons geloven ze. Mm-hmm. En ja, door dat op te schrijven en door dat op te tekenen, gaf je ze eigenlijk een heel, ja, mooi visueel beeld van hoe het eruit ziet. Ja, dat iedereen, ik leerde ze dus dat iedereen een positie heeft. En dat die niet gelijk zijn. En dat hun in hun eigen positie zitten en ik weer in een andere. Mm-hmm. En de overheid die bepaald heeft dat ze daar moeten zijn, weer, ja, in een andere. Ja, wel heel realistisch, maar ook wel heel beangstigend. Want je kreeg natuurlijk wel echt die lagen natuurlijk, die, ja, creëer je echt. Hè? Echt, het maakt ze klein. Ja. En machteloos en onafhankelijk. Maar dat hadden ze nodig. Of afhankelijk bedoel ik.
Het is de rauwe werkelijkheid. Weet je, ik noem dat ook wel eens dat met die moeders begeleiden, begeleiding met de vinger aan de pols. Hè, daar bedoel ik mee niet streng, maar met een heel open vizier ook heel confronterend zijn. Hè? En ook kunnen zeggen van als je dit doet, dan gebeurt dat. Mm-hmm. En er zijn dan hele akelige dingen. Hè? Bij heel veel moeders heb ik meegemaakt en meegeholpen ook dat hun kind uiteindelijk afgepakt werd. Dat zijn de meest dramatische dingen in je leven. Ja. Dus, en dan ben je hulpverlener. En hoe ga je dan om met iemand, of met iemand die dan zijn kind moet afgeven? Om het even zo te zeggen. Hoe, want dat is natuurlijk ontroostbaar, onnatuurlijk gevoel. Een ja. gevoel van dat een deel van jezelf is weggenomen. Hoe maak je die mensen weer, hoe laat je die mensen weer het licht zien? Nee, die kun je niet het licht laten zien. Dat is een trauma erbij. Dus dan kan je, dan moet je ook niet de illusie hebben van oh, dit kan ik allemaal wel goed doen, zodat het goed afloopt. Dat is de nare uitkomst. Dat is niet met allemaal zo. Maar dan is het ja een beetje techniek, zou je kunnen zeggen. Maar om niet meer mooi en leuk te praten. Maar gewoon baf, zo is het. En anders kan ik het niet maken. En dan ging ik wel gelijk over op stap 2, van als je daar niet tegen verzet, dan heb je nog heel veel kans om contact met je kind te behouden. Hè? Als iemand dan alleen maar woest en wild wordt, ja, dan gaat zo'n kind naar geheim adres en dan... Luister naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Ja, je bent nu een paar jaar lang met pensioen. En je hebt dus als laatste organisatie waar je hebt gewerkt, was de langste periode ook. Hè? Ja. Wat voor veranderingen heb je dan gezien in de zorg voor tienermoeders en voor... In die 20 jaar? Ja. Nou, in die 20 jaar is er best wel veel veranderd. Dezelfde verandering als je overal ziet in de maatschappij, eigenlijk. Waarin... er veel meer afgerekend wordt met elkaar. Zowel je leidinggevende als met jou. Als met die moeders. En veel meer administratie. Veel meer allemaal vergaderen en opschrijven. Veel minder, wat dan met dat chique woord, cliëntencontact heet. Waarom denk je dat dat zo is? Waarom denk je dat die behoefte er is om het strakker bijna, zou ik willen zeggen, te houden of zo? Nou, ik weet niet of dat een behoefte is. Ja, er is denk ik geen behoefte. De behoefte is intimiteit. Dat is altijd, bij alle mensen is dat zo. Ja, dat je met elkaar samen elkaar steunt en eruit komt en naar de beste oplossing zoekt. Dat is de behoefte, zo zie ik dat hoor. Dat het niet die kant op gaat, dat heeft denk ik te maken met een hele sterke maatschappelijke ontwikkeling. Waarin we allemaal bang zijn. Bang zijn dat dit niet goed gaat, bang zijn dat we op ons kop krijgen en protocollen bedenken die dat moeten afdekken. En allerlei structuren verweven, verwerken in onze manier van met elkaar werken. Om het allemaal maar zogenaamd goed te laten verlopen. En daar zijn heel veel mensen heel veel mee bezig nu. Mm-hmm. In plaats van met dat intimiteit. Intimiteit is bijna een taboe in de hulpverlening. Mm-hmm. Je mag dat niet zeggen dat je om je cliënten geeft. Of dat je met ze te doen heeft. Dat is bijna een zwaktebod. Terwijl dat het niet hoeft te zijn. Zeker niet. Mm-hmm. Want hoe kun je dat dan tonen naar je cliënt? Want dat is natuurlijk, je blijft een professionele band hebben met die persoon. Hoe kun je dan nog op een goede manier die intimiteit met iemand hebben? Ja, je zegt het al. Zo leren jullie dat, denk ik ook. Je blijft een professionele band hebben, maar dat is niet waar. Als je gewoon met iemand aan tafel zit, als je gewoon met iemand bezig bent, dan heb je wel al die kennis en ervaring als hulpverlener en die zet je wel in. En je weet ook die protocollen en noem maar op, of die methodieken voor mijn part. Maar waar het eigenlijk om gaat, is de ontmoeting en is dat je, wat je iets ziet in de ogen van een ander. Dit klinkt allemaal heel zweverig, maar als ik wil dat zo'n moeder iets van mij aanneemt of iets gaat uitproberen om het anders te doen of te ontdekken hoe het dan gaat in haar leven en met haar baby, dan doet ze dat alleen maar omdat ze op een bepaalde manier mij wel ziet zitten.
Ze vertrouwt jou en omdat je dat intensieve contact hebt, krijg je dus ook een soort persoonlijke relatie. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Ja, ja, dat mag niet, maar dat is wel. Ja. Dat is wel, en dat heet dan wel in de methodieken, je moet een vertrouwensrelatie opbouwen, hè, zo heet het dan. Mm. Maar dat gaat volgens mij verder dan alleen maar correct en professioneel zijn. Dat is niet voldoende. Je moet echt willen weten hoe het met de ander is. Ja, want dan volgens de correcte wijze zou je ook eigenlijk je altijd ook moeten opstellen als een professional. Dus dat wil zeggen dat je jezelf niet kwetsbaar moet opstellen. Dat doen er ook heel veel, ja. En jij zegt dat moet je eigenlijk ook niet doen. Nee, tuurlijk niet. Ik ben daar heel ongewoon in, hoor. Iedereen zegt dat en zo moet het ook. En mijn baas wou dat ook altijd. Maar dat heeft zo'n moeder in 2 minuten door. Want die zijn enorm ervaringsdeskundig als het gaat over een agenda hebben of een rol spelen. Dat voelen ze veel sneller aan als jij en ik bij elkaar. En dan doen ze wel een beetje leuk mee met die rol, hoor. Maar dan gebeurt er niks meer. Dan klappen ze dicht. Nou, misschien niet eens. Maar kijk, ik wil eigenlijk verandering in iemand zijn gedrag of in iemand zijn denken of iemand zijn. Dat is ook opvoeding, hè? Dat is eigenlijk wat opvoeding is. Ja, ja. Ik wil iets aanbrengen. Vanuit het feit dat ik meer weet, is niet zo goed gezegd, dat ik meer levenservaring heb, laat ik het zo noemen dan. En ook een beetje professionele kennis. Wil ik iets aanbrengen. En iets aanbrengen, ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar als iemand bij mij iets aan wil brengen, dan moet hij van goede huis komen. Ik vind het eigenlijk heel eng als iemand probeert aan mij op te dringen, wil ik bijna zeggen. Dus dat voel ik heel gauw als opdringen. Dat heb jij ook, denk ik. Dus, kun je een voorbeeld noemen daarvan? Bijvoorbeeld in de praktijk die jij hebt meegemaakt. Wat wilde je dan bijvoorbeeld bereiken? Kleine dingen? Nou, die meisjes hebben iets met die baby. Daar moet van alles mee gebeuren. Die moet aandacht, liefde en warmte hebben. En de 3 R's en zo allemaal. Mm. En die vriend is er ook. En die wil wat heel anders. Die willen iets heel anders. Wat willen die dan? Nou, wat wil een vriend? Die wil dat je in het weekend naar hem toe komt en dat er van alles kan gebeuren daar. En dat ze er heel leuk uitziet en opgemaakt is, of heel veel aandacht heeft voor hem, of heel veel begrip voor hem. Maar dat gaat niet. Je moet je vrouw delen met je kind. Dat is niet zo eenvoudig. Dus daar moet die moeder dan een soort keuze in maken. Ook naar die vriend toe. Zodat het kind niet kort komt. Ja. En dan moet je nadenken over die keuzes. Hoe ga ik dat doen? Ja, maar daar snij je wel iets moois aan. Want we hadden Las en ik het net ook al even over. Het is natuurlijk ook verrekt lastig voor die moeders om goede keuzes te maken. Want ze zijn nog zelf kinderen. Ja. Ze hebben nog zelfs dat hele kindelijke brein ook. Hè, om daar vanuit te praten. En die vriendjes zijn meestal ook nog redelijk jong. Dus het zijn zelf nog kinderen. Dus ze kunnen die keuze toch helemaal niet zo goed maken. Nee, en daarom is er dan begeleiding. Ja. Hè? En dit klinkt nou allemaal heel positief, dat ik ze dan help om een goede keuze te maken. Maar vaak ook zeg ik, nee, dat mag niet. Ik wil dat niet hebben. Als je dat doet, dan mag je niet op weekend. Ja, ze moeten ook gewoon net als alle andere tieners. Maar dan zijn ze wel 18, hè? Dat is moeilijk, ja. Hè? Ja. Maar het gaat ook een beetje over de voorwaarden, hoor ik. De voorwaarden voor een gedragsverandering, hè? Ja, precies. Wat zijn dan die voorwaarden volgens jou? Je luistert naar pedagogisch verantwoord. Ik denk dat je pas komt tot gedragsverandering als je inzicht hebt in de breedte. Hè? Als je ervaart en weet hoe dingen gaan voor jou en wat ze gaan betekenen. Dat is heel complex. Dat is niet zo, dit klinkt heel eenvoudig. Maar daarom zeg ik erbij in de breedte. Dus dat je heel goed weet wat er allemaal kan gebeuren. Als ik dit doe, gebeurt dat. En dan reageer ik zo over. En dan op termijn wordt het dit of dat. Lange termijn. Ja, een beetje lange termijn. Maar ook wel inzicht in de breedte. Dus ook inzicht in hoe een kind functioneert. Hoe het een baby nodig heeft. Bijvoorbeeld. Of hoe je met geld om moet gaan. Dat je dan niemand schulden kan maken als je een kind hebt. Je kan in onze maatschappij best schulden maken. Maar als je een kind hebt, kan dat gewoon niet meer, want dan loopt het gruwelijk vast. Ja, ze moeten gewoon, als ze een kind krijgen, dan worden ze eigenlijk gewoon instant volwassen. Hè? Of dat wordt van ze verwacht, ja, dat ze dat zijn. Ja, en dat kind wil dat hebben, hè? Moet dat hebben. Ja, en dat is natuurlijk een vreselijke grote verantwoordelijkheid die
die zo'n, ja, die zo'n kind, hè, zo'n tiener, moet dragen. Ja. Ja, en dan, als ik daarop doorga, dat kan natuurlijk nooit goed gaan. Hè? Als je 17, 18 bent, of de jongste moeder die ik meegemaakt heb was 11. Mm. Om maar iets te noemen, daar zat het zo tussenin. Dat gaat niet. Nou, 9, nou, ik weet niet hoeveel. Maar bij heel veel meisjes, die hebben een gewoon redelijk warm ouders of redelijk goed nest. En die worden daar opgevangen. En die zijn daar nog jaren bezig om door te groeien. En wat ze tekort komen aan dat kind, dat vangt de oma dan een beetje op of opa. Maar de meisjes die in zo'n tehuis komen, die hebben naast hun kind hebben ze grote problemen in hun wereld en met zichzelf. Of persoonlijkheidsstoornissen of verslavingsproblematiek. Is dat vaak zo? Is het vaak nooit alleen de tienermoederschap, maar komt daar nog veel zaken nog bij? Zelden. Ik denk als jij een dochter hebt en die wordt zwanger, je stuurt die niet naar een tehuis. Je neemt die thuis op en je kan dat opvangen. Zo zou ik het ook doen. Mm-hmm. Dus er is altijd een combinatie probleem als ze in zo'n plek komen, in zo'n opvangcentrum. Dan is het ingewikkelder. Want Lars en ik hadden het net ook over het taboe wat nog heel erg op ligt op dat tienermoederschap. Nou ja, niet alleen tienermoederschap, maar ook moeders die gewoon niet eigenlijk genoeg voorbereid zijn op een kind krijgen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Kun je wel doortrekken inderdaad, ja, maar precies. Goed dat je dat zegt. Maar goed, dat taboe moet er toch wel vanaf. En waarom is dat dan nog? Waarom is dat nog zo'n taboe? Waarom worden veel ouders nog boos? Of krijg je inderdaad van die vooroordelen van, zie je nou wel? En het is allemaal eigen schuld, dikke bult. Sommige mensen vinden het zielig. Hè? Mm. En je toekomst is vergooid. Hè? Dat wordt ook veel gezegd. Mm. Dat is ook wel waar als je het hebt op middellange termijn carrière. Maar je leert weer heel andere dingen. Dus ik vind dat niet zo waar eigenlijk. Dus het taboe moet eraf, vind je dus ook? Ja, het zou eraf moeten. Ik weet niet of het een taboe is. Het is een mening van mensen die wel voor een groot gedeelte klopt. Hè. Ik ben ook heel blij dat mijn kinderen geen tienermoeder zijn geworden. Mm-hmm. Hè, omdat ik denk, dat is toch wel heel moeilijk voor hun. Ja, als je mijn mening vraagt, moet je pas kinderen krijgen als je, weet ik veel, 21 of nog ouder bent of iets dergelijks. Ja, redelijk volwassen, redelijk alles op een rijtje. Ja, en dat bedoel ik niet huisje, boompje, beestje, maar dan bedoel ik je kennis en inzicht over de noden van een heel jong kind. Mm-hmm. Ik vind dat mensen best mogen vinden dat je dat niet moet doen. Hè? Ik vind heel goed dat al die meisjes voorboedsmiddelen, voorlichting krijgen en al die dingen. Heb ik bij mijn kinderen ook gedaan. Aan de andere kant, als ze dan toch zwanger zijn, dan moet je ze niet op hun nek gaan zitten. Dan moet je gaan helpen. Precies. Want we hadden het net over dat, als stel het overkomt je, stel je wordt zwanger onder je 20ste, en dan, punt. Weet je, waardoor komt dat? Weet je, ik denk dat heel veel mensen die dan die vooroordelen hebben en die daar zo snel en zo hard op reageren, is dat zij de context vergeten. Ze vergeten de manier waarop zij opgevoed zijn, wat ze meegemaakt hebben, wat voor ervaringen die kinderen hebben gehad op seksueel gebied. Dat weet je niet, denk ik. Nee. Dus als je daar... En mensen zijn onkundig. Hè? Hetzelfde bij asielzoekers, daar hebben we allemaal een mening over, maar we weten helemaal niet wat die mensen allemaal precies meegemaakt hebben. Dat is natuurlijk bij tienermoeders ook zo. En dan ook nog is het heel verschillend. De een of de andere tienermoeder heeft een heel andere context, een heel andere problematiek. Wat moet je kunnen om met tienermoeders te werken? Ik vind als je met mensen moet werken, en dat is hetzelfde als met tienermoeders, dan moet je oprecht geïnteresseerd zijn in de beweegredenen van de ander. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. En zou je dat ook kunnen doortrekken naar het ouderschap in het algemeen dan? Ja, ook hetzelfde als met die kinderen. Zo, een moeder of een vader of een opa of oma, die moet kijken naar een kind. Heel veel kijken en achter je oor krabbelen. Wat zou die nou willen? Niet waarom huilt hij of waarom lacht hij, maar wat maakt dat dit nou zo in dat leven gebeurt?
Wat kan ik daaraan toevoegen of wat kan ik daarbij leggen? Dus echt oprecht interesse in de ander, het waarom van de ander. En is dit ook wat jij na 20 jaar ervaring aan de nieuwe generatie zou doorgeven? Nou, doorgeven, ik denk dat het niet anders is als wat ik nou zeg. Ik vrees dat helaas heel veel mensen overgaan in methodieken of in protocollen of in professioneel handelen. Of in de massa, hè, als je het over ouders hebt. Of in de massa verdwijnen. Ja. Dus jouw tip voor de volgende generatie zou zijn: wees geïnteresseerd in de ander en dat zo puur mogelijk. Nou ja, maar dat is ook weer iets. Dat kun je niet, omdat ik dat zeg, kan je dat gaan worden. Zo werkt dat niet. Dat is al iets wat in je opvoeding eigenlijk gebeurt. Mm-hmm. Ik heb me in dat werk ben ik begonnen omdat ik die houding had. Ik wilde weten wat andere mensen bewegen. En aan de rand heb ik daar ook bij geleerd, ervaring op gedaan. En weet ik ook dat wat jij dan professioneel noemt, dat is er allemaal bijgekomen. Ja. Maar het belangrijkste is eigenlijk de echt interesse. En ja, ik zat dan op zo'n kantoortje en er gebeurt van alles. En dan mocht dat een half uur duren. Maar als ik vond dat het belangrijk was, dan ging ik daar 3 uur, bleef ik zitten. En dan werd ik verguisd door mijn collega's. Maar dan gebeurde er wel iets. Ja, maar je had wel het gevoel dat het wel nodig was, dat diepere gesprek. Er moest meer gebeuren dan dat half uurtje. Ja. Dus je moest even buiten de methodieken even kijken. Dus je zag wel een... Nou, nee, het is onderweg naar hier zat ik ook over nadenken. Het is niet of de methodieken of interesse. Je doet tegelijk. Ik zeg altijd, ik heb ook heel veel stagiaires begeleid en dan probeerde ik uit te leggen dat je in je hoofd en in je voorhoofd heb je allemaal de kijk op een ander zijn gedrag. Waarom doet hij dat? En wat beweegt die ander nou om zo te doen? En er zijn vaak idiote dingen, hè, waarvan je meteen zegt van ja, dat doe je toch niet. Maar dan ben je al klaar. Dan kun je eigenlijk naar huis gaan als je zo denkt. Maar je moet dus met je hoofd en je voorhoofd allemaal willen weten waarom die ander deze beslissingen neemt. Dat is reuze interessant. En voor die anderen heel fijn als iemand dat wil weten. Mm-hmm. In plaats van, waarom doe je het nou? Dat is toch stom. En dan heb je in je achterhoofd tegelijkertijd wat jij dan professionaliteit noemt. Maar er is een soort tweede programma wat meeloopt. Wat wel heel fijn is, hoor. Toen ik dat had, kon ik veel beter werken. Mm-hmm. Wat meeloopt en wat af en toe mij dan op een soort... bij de les hield, hè, dat ik niet afdwaalde of dat ik wist waar het over gaat of de juiste vragen stelde. Maar dat draait op de achtergrond mee. Okay, dus okay. Het is en-en. En dat is, ja, goed, dat is een mooie tip. En dan hebben we een mooie conclusie hebben daar ook. Ja. En ik merk ook wel een beetje, of ik herken er een beetje in, dat je vaak terug moet gaan naar welke personen in jouw leven zo'n rol hebben gehad. En dat dan weer... Ja, zelf doen of zo. Ja, ja, ik zat ik zit nou met mijn vrouw heel veel bij dokters. Die heeft allemaal technische mankementjes. En er is één dochter bij, dokter Bakker. En die vraagt altijd, hoe is het met u? En en ik merk dat ze dat niet uit methode doen, want dat zeggen alle dokters. Maar zij wil het weten. Zij trekt daar echt 10 minuten voor uit, om dat echt willen weten, wat zij nou doet en hoe het nou voor haar is om pijn te hebben en dit en dat en zus en zo. En dan is ze geen dokter. En bij die mevrouw nemen wij alles aan. Die andere dokters die zijn gewoon heel technisch, heel goed bezig met hun vak. En de reden maakt dan niet uit of het nou interesse is of nieuwsgierigheid of... Nee, dat maakt niet uit. Ik was ook vaak heel... Misschien klinkt dat heel banaal, maar ik was gewoon ontzettend nieuwsgierig waarom iemand... drugs gebruikt. Wat een idioot stom is dat om te doen. Als je een baby hebt, dan raak je hem kwijt. En dan, dan is het ook een soort nieuwsgierigheid dat je zo'n domme beslissingen kunt nemen. En dan ben ik door nieuwsgierigheid gedreven. Ja, dus het is niet allemaal liefde en niet allemaal warmte, maar wel willen weten waarom de andere doet zoals ze doen. Wauw. Ja. Ik denk dat dit een mooie conclusie is voor deze tweede aflevering alweer. Ja. Jeroen, bedankt voor jouw bijdrage. Ja. Interessant gesprek. Dankjewel. Okay. Misschien, wie weet, tot de volgende keer. Wordt vervolgd. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord. Zo Lars, dat was wel een interessant gesprek.
Ja, ik heb weer een heleboel nieuwe dingen gehoord en geleerd. En ik hoop de luisteraars ook. Lars, wat is het beste bij jou blijven hangen? Ja, wat ik er een beetje van gemaakt heb, is dat je de momenten waarop jij in je leven oprecht bevraagd bent en met echt met iemand die echt, wat ik voel, de badmeester of de conciërge of ofwel iemand dicht bij huis. Die momenten, die moet je denk ik terughalen wanneer jij ouder wordt of wanneer jij een kind krijgt of wanneer jij met kinderen zou gaan werken. Ja, van hoe vond je dat zelf? Hoe vond je dat zelf en kun je dat teruggeven ook of zo? Ja, dat klinkt dan een beetje, ja, zoiets is wel blijven hangen, ja. Mooi, Lars. Ja. Ik vond het een mooie aflevering weer. Aflevering 2 van Pedagogisch Verantwoord. Ik wil even nog wat mensen bedanken. Natuurlijk Jeroen de Vrome voor het meedoen aan deze uitzending en zijn visie te laten horen. Ik wil ook even Myrna Hoekstra bedanken voor het aanleveren van de literatuur van deze aflevering. Daar hebben we veel aan gehad. Super, dankjewel. Ja, natuurlijk Leo en Tara weer voor het inspreken van de leuke bumpers. Helemaal leuk. En natuurlijk ook Fontes Hogeschool Pedagogiek in Sittard voor de ruimte en de verdere facilitering. Ja, en wil jij nou op de hoogte gehouden worden van onze podcast? Tijmen, wat kunnen mensen dan doen? Kunnen mensen zich abonneren in zijn of haar favoriete podcast-app. En natuurlijk ons volgen op alle social media. Hè? We hebben Instagram, Facebook en zelfs Twitter. Ja, en we horen graag van jullie terug wat jullie ervan vonden. Of jullie zelf nog ideeën hebben voor een onderwerp. Want pedagogiek, dat leeft gewoon overal, hè, en opvoeding. En laat het ons horen. En wie weet wordt dan jouw onderwerp wel door ons besproken. En natuurlijk de deskundige die hier aan tafel gaat aanschuiven. Nou, luisteraars, nogmaals bedankt voor het luisteren. En blijf zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.